Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Daryl to throw first. Game on. Ja, ik zal het meteen maar vertellen. De meest interessante man voor deze partij is eigenlijk Steve Douglas. Steve Douglas, zult u zeggen, die staat helemaal niet op het podium. Dat klopt, die zit ergens aan de zijkant. Die heeft vanmiddag gewonnen met 5-1 van Daryl Fitton. Hij verloor gisteren met 5-3 van Robbie Green. Dat zorgt ervoor dat hij één partij gewonnen heeft en een legsaldo heeft van plus 2. Dan weet u genoeg over Steve Douglas. Robbie Green heeft gisteren gewonnen van Steve Douglas. Ik zei het al, heeft dus ook een legsaldo van plus 2. Staat dus gelijk in gewonnen wedstrijden en gelijk in legs. Heel eenvoudig. Als Green wint van Fitton, gaat Green door naar de kwartfinale. Als Fitton wint van Green, dan gaat Steve Douglas door naar de kwartfinale. Er is nog een kansje dat Daryl Fitton... Nee, er is geen kansje dat Daryl Fitton doorgaat. Want die staat op min 4... Kan de hooguit 5 legs bij krijgen, komt hij op plus 1. Dus het gaat tussen Steve Douglas en Robbie Green wie er doorgaat. Fitton ondertussen op 87. Triple 17 gegooid, dubbel 18. En die gaat er ook in. Zo is het in ieder geval 1-0 voor Daryl Fitton. Second leg is Robbie to throw first. Game on. Dus zit Green in een lastig pakket. Had gewonnen van die Steve Douglas. En dan ga je er een klein beetje vanuit dat de geplaatste speler in jouw groep ook wint van Douglas. Dat is dus Daryl Fitton. Ja, dat gebeurde niet. Dus moet Robbie Green nu noodgedwongen nog winnen van Daryl Fitton. Omdat Fitton zo ruim verloor van Douglas. Nou, Fitton zal wat recht willen zetten. Speelde niet goed vanmiddag. Ze vielen niet. 16. Het is een vaak gehoord euvel bij darters. Ze vallen niet. En alleen als je zelf op hoog niveau dart, weet je wat dat betekent. 140. Fitton werkt naar een finish toe. Met twee keer triple 20 komt hij ook op die finish. 164. Green voor 125. Hij heeft de enkele boel te pakken. Triple 20 en tops. Triple 20 mist hij. Dus krijgt Fitton de kans om Green te breken via 164. Triple 20 nodig. Die pakt hij niet. En dan komt Kong terug voor 60. 20 en tops. Dat is de 20. Tops over. En tops erin. En zo maakt Robbie Green er 1-1 van. De winnaar van deze pool. Dus dat is of Robbie Green of Steve Douglas. Terwijl Fitton begint met 3. Het zegt ook wel wat over de vorm van Daryl Fitton natuurlijk. 16. De winnaar van deze pool speelt tegen Gary Robson in de kwartfinale. Dat is apart. Zo begin je met 3. De laagste score die je met 3 darts kunt gooien. En de volgende beurt gooien 180. Diepe dalen, hoge pieken. Ja, die zit er ook weer prachtig in. En dan maakt Fitton de 125 van. Ja, het blijft natuurlijk een ongelooflijk groot talent. Terwijl we hier de darts mooi kunnen volgen van Robbie Green. Die er zelf ook wat van kan. Het is een van de grote outsiders voor dit toernooi, denk ik, Robbie Green.
Dus een man die goed tegen de druk bestand is. Geen problemen heeft om op televisie te spelen. 44. En het is, en daar hou ik al van, het is weer een andere verschijning. Het is iemand die je onthoudt. Iemand die je graag terug ziet komen. 136. Daryl, you require 149 voor Fitton nadat Green tops heeft overgelaten. Triple 20 valt ernaast. Dus gaan we Robbie Green terug zien komen voor tops. 117. Robbie, you require 14. Eerst erboven. De tweede zakt erin en de break is daar voor Robbie Green. En het zware werk is dus gedaan. Vorig jaar, toen was het jaar van Daryl Fitton hier op de Zuiderduin Masters. Een 9 darter en de titel, mooier kan bijna niet. Het was vorig jaar toch ook een klein beetje het jaar van Robbie Green. Weliswaar niet hier in Egmond, toen was hij hier niet. Maar wel op de Winmar World Masters waar hij de finale haalde. Hij won onder andere van Daryl Gurney, Ross Montgomery. En hij moest het in de finale toen opnemen tegen Martin Adams. Hij kwam 6-3 voor in die finale, Robbie Green. En iedereen had eigenlijk al bedacht dat de trofee ingegraveerd kon worden met de naam Robbie Green. Maar Green miste een matchdart. En verloor uiteindelijk die finale. Maar zo dicht was hij er dus bij, Robbie Green. Hij had de beker eigenlijk al aan één oor vast. En liet hem uit zijn handen glippen. Fitter naar de 19. Dat is goed rekenwerk. 7 keer 19 laat 170 over. En als je 3 trippels gooit, dan wordt de finish alleen maar beter. Want dan hou je 132 over. Dus heeft Green wat werk te doen. Een beetje werk is Green niet vies van. Antwoord met een 180. En dus moet Fitton die 132 uit gaan gooien. Boel is goed. Triple 19. Ja, die heeft hij van de vorige beurt nog onthouden misschien. Nee. Terug naar de 20. 52. Green voor dubbel 10. Voor 3-1. Dubbel 10. Kong, nog één dart. Dubbel 10. Oh, Robbie Green. Dat is een 100% kans die je daar laat liggen. En voor Fitton is het een wat kleinere kans, maar toch een kans. 80, triple 20, niet gegooid. Nog een enkele 20 dan. Ach, 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 Fitton, ja. Het illustreert de vorm van Daryl Fitton. Sommige spelers, eigenlijk alle spelers, hebben dat gewoon een keer. 40. Lobby record 20. En dan mag Green dus terugkomen voor dubbel 10. Voor dubbel 5. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Green pakt met de zesde dart de dubbel 5. Green begint ook. Black 5 weer goed. Het is gewoon even een wat mindere periode voor Fitton. Komt ongetwijfeld weer terug. Zoveel talent deze man.
Zoveel uitstraling ook. Maar hij zal het wel snel voor elkaar moeten krijgen. Lakeside is niet ver weg. Green op achterstand nu. Komt niet echt veel sneller dichterbij. Fitton voor 126. Even wat materiaalpech. Alle spullen weer even goed erop zetten. En dan naar triple 19 toe. Zijn enkele 19. Heeft de triple nog nodig? Vindt hem niet. 58. En dus komt Robbie Green weer terug. Dat is waar nog niet op een finish, maar wel weer met de mogelijkheid om wat druk te zetten op die finish van Daryl Fitton van 68. 81. Daryl, you require 68. Triple 20 en dubbel 4. Zestien en dubbel 16. Moet een keertje vallen. Maar 52. Valt weer niet. Robbie require 123. Green voor 123. Als hij dit pakt, is het binnen zo'n beetje. 19, triple 18. Voor Bullseye. Oeh, het scheelt een millimeter. Daryl, you require 16. Fit en dan voor dubbel 8. Moet naar dubbel 4. Heeft nog één pijl over. Daryl Fitton. Ja, die pest die er dan nog even in. Maar het gaat verre van makkelijk. Bij de Dazzler. Het verschil met vorig jaar is groot. Ja. Dan moest je je toch afvragen wie er naar de volgende ronde moet. Green heeft in een rechtstreeks duel afgerekend met Douglas. En Douglas heeft heel ruim gewonnen van Fitton. Als Green nu een kleine nederlaag leidt, ligt hij er toch gewoon uit. Hij moet winnen, Robbie Green. Dat is toch de spanning die bij hem erop staat. Bij Fitton natuurlijk absoluut niet. Want Fitton maakt voor hem helemaal niets uit wat hij hier doet. Hij gaat gewoon laatst in de pool eindigen. Ook al wint hij deze partij met 5-3. En dat is natuurlijk een stuk makkelijker gooien dan wanneer je de wedstrijd moet winnen. Green inmiddels weer op een finish. En Fitton heeft nog steeds wat achterstand. Gaat ook proberen nog op een finish te komen. Dan heeft hij een triple 19 of een triple 20 nu nodig. Daar was de meeste ruimte. Die pakt hij ook. Komt op een finish, maar Green mag eerst. 104. 20 gegooid, triple 20 nodig voor dubbel 12. Vindt hij niet. Laat tops over. Dat is de favoriet van Green. Maar Fitton krijgt één kansje voor 167. Dat moet via triple 20. Maar dat gaat niet via triple 20. Ja, en je voelt aan alles dat Robbie Green de bovenliggende partij is in deze wedstrijd. Maar het is alleen de druk van het moeten winnen die hem kan stoppen eigenlijk. Voorlopig gaat hij goed met de druk om. Maakt hij er 4-2 van. Game on. Komt Fitton aan het bord voor de zevende leg. De leg die Green de overwinning kan brengen en een kwartfinale plek. Dan krijgen we toch een prachtige kwartfinale morgen hoor. Gary Robson tegen Robbie Green. Dat klinkt goed. Fifty-nine.
Green die 100. Zijn roots, terwijl Joey ten Berge natuurlijk ook nog altijd aandachtig toeschouwer is. Green heeft ook een deel van zijn carrière bij de PDC gegooid. 100. Maar heeft daar na een paar jaar toch afscheid van genomen. Het werd hem te veel. Het was hem te lastig. Al het reizen, al die toernooien spelen. Bijkomende geld dat je daarvoor nodig heeft. Hij heeft één goed toernooi gedraaid daar eigenlijk. De UK Open van 2006. Daar haalde hij de kwartfinale. Onderweg naar die kwartfinale pakte hij toch een paar mooie namen hoor. Wat te denken van Mark Walsh, Terry Jenkins en Chris Mason. Het zijn goede overwinningen die Kong daar haalde. Ik zei het al eerder. Is een man voor de toekomst, Robbie Green. Hij is goed. En hij is anders dan de rest. En dat is ook altijd goed. 174. Fitton zet nog even aan in deze zevende leg. Hij had noodgedwongen dubbel 17 staan. Maar Green gelooft het ook wel in deze leg. Hij denkt, ach, laat Fitton zijn eigen leg maar houden. Dan pak ik de volgende weer. Dubbel 16 voor Daryl Fitton. Two. Nog niet. Daryl Uruguay, 32. Dubbel 16, nog altijd voor Fitton. Stapje opzij, dan er tegenaan. Ja, dat lukt. En dus is het inderdaad 4-3 geworden. Nou, gaat het er nu dan toch wel om voor Robbie Green? Deze leg moet gehouden worden. En dan is dit lekker. Als die eerste meteen lekker in de triple 20 zit. Tweede erbij. Derde 19. Dat is een goed begin voor Robbie Green. Die als hij zijn leg houdt naar de kwartfinale gaat. Ja, 139, gevolgd door 140. Dat is wat je zoekt natuurlijk als je naar de overwinning wil gaan. En Green, hij vindt de triples makkelijk in deze achtste leg. En dus gaat hij richting een overwinning. En voor Fitton, ja, de titelverdediger. Hij wordt de tweede titelverdediger op rij die in de eerste ronde eruit gaat. 82 voor Green. Bullseye gegooid. Dubbel 16. En die gaat er ook in. In 11 darts. Beslist Robbie Green de partij tegen Daryl Fitton. Fitton niet in de vorm die hij vorig jaar wel had. Toen won hij de Zuiderduin Masters. En we weten één ding zeker. In 2010 gaan we een nieuwe Zuiderduin Master krijgen.